Alemtuzumab is een medicijn dat bindt op een CD52-eiwit op lymfocyten. Lymfocyten zijn witte bloedcellen en witte bloedcellen zijn heel belangrijk in ontstekingsreactie in MS. Als de alemtuzumab bindt aan de lymfocyten, dan breken ze af en wordt de ontstekingsreactie geremd. Het B-merg maakt nieuwe lymfocyten aan en deze zijn minder geneigd om een ontstekingsreactie te vormen. Alemtuzumab is bedoeld voor mensen met een actieve relapsing remitting MS. Het doel van de behandeling is dat de ziekte rustiger wordt. Dit houdt in dat er minder terugvallen zijn, relapses of shoots. Dat de ziekteactiviteit op de MRI-scan rustiger wordt. En dat het functioneren minder snel achteruit gaat. Alemtuzumab geneest de ziekte niet, maar het kan wel zorgen dat de ziekte rustiger verloopt. De mate van effectiviteit is altijd lastig aan te geven. Onderzoek liet zien dat het jaarlijks aantal terugvallen, het zogeheten annual relapse rate, bij mensen die nog niet behandeld werden met andere medicijnen, na 2 jaar 55% minder was dan bij mensen die interferon beta gebruikten, een ander medicijn voor MS. In een ander onderzoek, bij mensen die ondanks medicatie een actief MS-beeld hadden, bleek dat het jaarlijks aantal terugvallen 49% minder was dan bij mensen die interferon beta gebruikten. Alemtuzumab wordt toegediend via een infuus. De behandeling bestaat in principe uit 2 kuren, waar een tussenpoze van 1 jaar in zit. De eerste kuur bestaat uit 1 infuus per dag gedurende 5 dagen. En de tweede kuur bestaat uit 1 infuus per dag gedurende 3 dagen. En tussen de kuren door vindt geen specifieke behandeling plaats. Bij het merendeel van de mensen is in de jaren na de tweede kuur geen behandeling nodig. Mocht de ziekte toch actief worden, dan kan er een hernieuwde vervolgkuur van 3 dagen gegeven worden. Voordat de behandeling gestart wordt, zal de arts of de verpleegkundige de ziektegeschiedenis nauwkeurig uitvragen. Ook worden er enkele onderzoeken verricht. De behandeling vindt in principe plaats via een ziekenhuisopname. De reden hiervoor is dat de meeste mensen een allergische reactie kunnen ontwikkelen tijdens de behandeling. Omdat alemtuzumab de lymfocyten, die belangrijk zijn voor onze afweer, afbreekt, is het risico op infecties in de eerste weken na de behandeling groter. Om die reden wordt virusremmende medicatie gegeven in tabletvorm. Daarnaast kan uit voorzorg in deze periode gekozen worden om bepaalde antibiotica te gebruiken. Na enkele weken is het afweersysteem weer voldoende hersteld. De belangrijkste bijwerking op de lange termijn is een andere auto-immuunziekte. De kans hierop is verhoogd tot 4 jaar na de laatste kuur. Vooral een auto-immuunaandoening van de schildklier komt veel voor, de zogenoemde auto-immuuntyreoïditis. De kans hierop op de lange termijn is rond de 35%. Auto-immuunziekten zijn goed behandelbaar, mits ze op tijd herkend worden. Dat is ook de reden waarom er voorafgaand aan de behandeling goed uitleg gegeven wordt over hoe je een auto-immuunziekte op tijd kunt herkennen. En het belang van strikte maandelijkse bloed- en urinecontroles. Deze bloed- en urinecontroles moeten tot 4 jaar na de laatste kuur gedaan worden. De controles kunnen afhankelijk van de afspraak met de arts gedaan worden in het ziekenhuis, bij de huisarts of thuis. Als u meer vragen heeft over het gebruik van alemtuzumab, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend neuroloog of met de MS-verpleegkundige.